Welkom in het Tata Steel Stadion te IJmuiden, ook wel Velzen geheten. Thuisbasis van Telstar, inmiddels de nummer 18 in de Jupiler League. En dan komt de nummer 2 Cambuur op bezoek. Dat wordt bang. En dat worden bange momenten. Denk je dan? De eerste kans is ook voor Cambuur. Dit is Nassir Maci, kleinste man op het veld. En toch kan hij koppen. Maar hij kopt hem recht in de handen van Rodney Ubbergen, de doelman van dienst van de Witte Leeuwen vandaag. Het is wel Cambuur dat het beste heeft van het spel. Hier een voorzet van Guit. En die moet dan natuurlijk worden binnengewerkt en afgemaakt door Jeffrey de Visser. Maar dat laat Jeffrey de Visser na. Nog altijd dus 0-0. Waar Cambuur inmiddels één hele vette dikke kans heeft gekregen via deze buitenspeler. Dan toch iets van aanvallende aspiraties aan de kant van de thuisclub. Die krijgen hier een vrije trap van Jeroen Sanders. En dus maakt David Meul zich op om die vrije trap onschadelijk te gaan maken. Het is Olenski die hem neemt. En Meul heeft hem inderdaad. De bal blijft wel in het spel, maar dit was dan toch de mogelijkheid voor Telstar. Olenski doet dat vaker, doet dat meestal beter. En zeker beter dan dat hij het hier nog een keer probeert. Vanuit een speelsituatie in plaats vanuit een doodspelmoment. Maar dat was het wel zo'n beetje in de eerste helft. En dat is enigszins teleurstellend voor de 1963 toeschouwers. Die nog altijd de weg naar dit stadion weten te vinden op de vrijdagavond. Tweede helft begint Telstar een stuk beter. Dit was een mogelijkheid, zeker voor Kleiner Plet. Die daar klaar stond om de rebound binnen te tikken. Dat lukte niet. Links is de trainer van Telstar. Inmiddels is dat Marcel Bout, zoals u wellicht weet. U kent het recept van Telstar aanvallend. Plet is de centrale spits. En dan gaat het erom. Kunnen Levi Marengo en of Virgil Narsing om hem heen speelbare ballen verzorgen? Dat kan niet altijd. Wel speelbaar is deze bal voor opponent Danny Guit. Die niet nadenkt en uithaalt. Toch weer een kantje voor Cambuur dus. Opnieuw Cambuur in de aanval met Maci en zijn techniek. Guit doet ook gezellig mee. Dan maar over de andere boeg via Turk. En hier staat redelijk vrij, mag je zeggen, Van der Heijden. Dit is aardig. Dit is heel aardig. Dit is een doelpunt. Nassir Maci staat op de goede plek. En zorgt ervoor dat 12 minuten voor de 90 zijn verstreken. De voorsprong er is voor de ploeg van Stanley Menzo. Prima rol natuurlijk van Mark de Vries als aangever. En Maci blijft cool. Hij wordt dan wel vervangen. Nassir Maci gaat eraf in de 79ste minuut. Kevin Diaz is dan de man die het veld opkomt. Ik zei het u, Telstar is 18e en de Witte Leeuwen hebben af en toe bruine vlekken achter in de broekjes van de poep. Want ze zijn bang dat ze misschien wel gaan degraderen. De kansen inmiddels blijven voor Cambuur. Deze was van Sandor van der Heijden. En ja, als dat eenmaal in je koppie zit, dan krijg je dat er maar moeilijk uit. Zeker tegen de nummer 2 van de Jupiler League. En Mark de Vries is daar de spits van. Mark de Vries gaat door en Mark de Vries scoort! Wat een mooie goal, want echt veel ruimte had hij niet. 5 minuten na de 0-1 is er dan 0-2. Doelpunt Mark de Vries. Hier worstelt hij zich mooi los. En dat hij iedereen te snel af is, dat mag in de krant. Dat hij iedereen te slim af is aan het eind, dat kennen we van hem. 0-2. Ja, en Ubbergen, je ziet het aan hem. Dit was het dan voor deze wedstrijd. Voor Telstar. Maar dat is niet helemaal waar. Want Telstar heeft Kleiner Plet. Kleiner Plet. Oh, oh, oh. Wat een makkelijke goal. Daar zag David Mulder er niet goed uit. En hij des te meer. De spits van Telstar. Probeert het. Het is een lucky shot. Meer niet. Een puntertje. Maar hij telt wel. In de 88ste minuut hebben zij weer hoop in hun harten. Kan het dan nog? Natuurlijk kan het dan nog. Want je hebt altijd nog de blessuretijd. En de moed der wanhoop. En de moed der wanhoop zeker aanwezig bij Kleiner Plet. En Gerald Promes. Plet is erdoor. Plet moet scoren. Doet dat niet. Randy Rustenberg zorgt voor 3 punten namens Cambuur. Want die winnen van Telstar in Velzen met 2-1.